de overheid heeft in het verleden toch gefaald in het reguleren van die markten. En als je dan nu bijvoorbeeld kijkt naar het bail-out plan in de Verenigde Staten, weet, dat de politici daar dan, dat was in Amerika dan de pork spending, die tax cuts aan vastkoppelen. Ja, dan moet je je ook afvragen of je dan inderdaad kan vertrouwen dat zo'n bail-out plan dan inderdaad ook goed gaat lopen. Het onderwerp zelf is heel complex. Ik denk dat het, juist omdat het zo complex is, dat we het simpel moeten maken. Een huiskamer moeten neerzetten, banken en gewoon praten. Heel simpel praten en dan krijg je een onderwerp vanzelf makkelijker. Denkt u, zoals sommige economen denken, dat over een paar jaar bijna alle banken genationaliseerd zijn? Als dat inderdaad zou gaan gebeuren, dan is het misschien redelijk dat de markten zo enorm negatief zijn en naar beneden gaan. Ik denk dat we dat echt moeten vermijden. En ik maak me ook een beetje zorgen over als overheden banken gaan runnen. Want volgens mij kunnen ze dat helemaal niet. Is deze financiële crisis eigenlijk de natte droom voor een economiestudent? Nou, ik denk dat de meeste economiestudenten wel andere natte dromen hebben. Maar dit is zeker iets, een hele boeiende, turbulente tijd waar je toch wel extra geëngageerd raakt met de economie. En dat je op dat moment ook echt gaat beseffen dat wat jij de komende jaren gaat studeren, dat het dat hele landschap, alles wat je gaat leren, dat het echt kan gaan wijzigen. En dat het dus maar serious business is eigenlijk. Ja, ik moet zeggen dat het wel heel interessant is sowieso. Ik heb nu het vak geld, krediet en bankwezen en daar slaat dit perfect op aan. En dat maakt de colleges wel een stuk interessanter sowieso. En dan nu ook met hier wat hier in de hal gebeurt, is het allemaal wel heel interessant om te volgen. Vrijdag 17 oktober dan is het onze laatste dag met een uitzending van RTLZ. Dat moet nog allemaal wel gepland worden, opgezet worden, maar er zijn al afspraken gemaakt. Ik weet niet of het live is, ze maken er sowieso een item van of een programma van, maar ik denk niet dat het live is. Maar het zou zomaar kunnen dat het wel zo is.